De effecten van de slavernij, die vandaag precies 161 jaar geleden is afgeschaft, zijn nog steeds voelbaar door vooral de nazaten van de tot slaafgemaakte. Dit zegt president Chandrika Prasad Santokhi in een videoboodschap in verband met de herdenking van Kitty Kotti. Het staatshoofd legt uit dat het duidelijk is dat de slavernij effecten heeft op ons gedrag en de manier waarop wij met elkaar leven. Deze effecten zijn volgens hem niet beperkt gebleven tot de nazaten van de tot slaafgemaakten. De slavernij heeft indirect ook doorgewerkt op andere bevolkingsgroepen van onze samenleving. Door maatschappelijke interactie met de nazaten, als ook door het vernederend systeem van contractarbeid dat na de slavernij volgde. De transatlantische slavernij heeft een gruwelijk verleden in gang gezet. Een verleden dat werd gevoed door verdeel- en heerstactieken, handig toegepast ja, door Europese slavenronselaars toen ze voet aan wal zetten in Afrika. Deze tactieken waren bedoeld om onze voorouders, mensen van Afrikaanse afkomst, tegen elkaar uit te spelen en de verstoten slachtoffers als vee te transporteren voor onmenselijke arbeid naar een vreemd continent. De president vindt het belangrijk om te realiseren dat we nog steeds geconfronteerd worden met varianten van verdeel- en heerstactieken. Dit gebeurt volgens hem zelfs door onze eigen mensen. Maar het is belangrijker dat we beseffen dat het initiatief om ons tot slachtoffer te maken niet langer ligt bij de Europeanen of anderen, maar bij onszelf. De herdenking van de slavernij is een nationale aangelegenheid. En wij als Surinamers hebben bewust ervoor gekozen om die elk jaar waardig te gedenken. Bij voorkeur willen we dit doen in harmonie en broederschap met alle bevolkingsgroepen, ook met onze blanke broeders en zusters in en uit Nederland. We kunnen het verleden niet veranderen. En we kunnen niemand schuldig stellen voor de misdaden begaan door de voorouders. Wat we echter wel van de erfgenaam verwachten, is het besef dat er een verantwoordelijkheid op hun schouders rust om de onderdrukking en haar doorwerking te erkennen, samen met ons te werken aan de heling en bij te dragen aan de reparatie van de littekens die wij tot nu toe met ons dragen. President Santokhi zegt dat Suriname verwacht dat de nazaten van de slavendrijvers, slavenhandelaren, financierders en wetgevers samen met ons werken aan het helen van de diepe wonden. De genoemde partijen moeten vooral ook ervoor zorgen dat die wonden niet opnieuw worden opengereten met obstakels die onze volkeren, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, verder uit elkaar drijven.